zeggen ook wel eens een dagje Beekspergen, één dagje Afrika. Nou, die Sitatungas, die houden dus van zwemmen. Ja, die van het water uit ziet steken. Op die manier kunnen ze dus ruiken of het gevaar al dan niet geweken is, of ze weer tevoorschijn kunnen komen. Vorige week zijn er twee. Als dat hek er nou niet zou staan, dan zouden ze zo naar de overkant kunnen zwemmen, richting Tilburg. Die staan aan de linkerkant hier. Dit zijn de rode bosbuffels. Weer afgieteren, één zo'n bosbuffel wordt aangevallen door een roofdier. Zal de rest van de kudde er alles aan doen omdat de kudde werd meegenomen. En zo werd geholpen dat hij toch kon overleven. Twee sociale dieren. Die zien hangen. Niet handig. Ja, we komen hier een eilandje voorbij. En dit eilandje noemen wij ook wel Klein Madagaskar. Een beetje aan de linkerkant op het eiland lopen we net aan om de dieren daar te gaan voeren waarschijnlijk. Met een bootje. Ja, misschien kennen jullie de film Madagaskar wel. Daar zijn deze dieren ook in te zien. Half aapjes zei ik al, dat dus hier krijgen we dat van de dierverzorger. Fruit. Dit zijn allemaal gasten, brandkansen. Allemaal gasten hier, net zoals jullie. Ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Ze kunnen wegvliegen wanneer ze dat willen. Geen eigendom van het park. Verderop wat kroonkraanvogels waarschijnlijk te zien. Die zijn wel eigendom. Juist onderdoor gevaren. Je kunt hier dus ook met de eigen auto het park door, de auto safari. Kun je op eigen tempo de dieren die je daar tegenkomt, is goed met die je wat meer vertelt over de dieren die je tegenkomt. En een hele mooie wandelroute natuurlijk, niet te vergeten. Een heleboel dieren zijn alleen vanaf de wandelroute te bezichtigen. En daarnaast kunnen die dieren elkaar ook een beetje bezighouden. Op deze manier kun je, de ene diersoort heeft toch wat strijd soms met de andere. En op die manier houden ze elkaar een beetje bezig. Je ziet helemaal leeg zijn. Bedreigde diersoorten zijn er niet al te veel meer van over. Is die kan je goed zien, Jan, is die neushoorns hier dichtbij. Welke dat is, dat is altijd moeilijk te zien. De dierenzorgers weten het wel, maar ik zie het zo. De dieren met die grote witte horens, dat zijn ook de Watusi-runderen. En dan hier bij deze twee neushoorns rechts nog de eland-antilopes. De grootste antilopensoort ter wereld. En dan weer een heleboel neelganzen hier op de oevers. Die neelganzen zijn naar Nederland op hun kop hebben. Jonge dieren hebben dat nog niet. Ze zijn nog helemaal grijs van kleur. Misschien dat jullie ook wel wat grote vissen hadden zien zwemmen. Dat zijn karpers, school- en spiegelkarpers. Ze zijn nu al behoorlijk
groot, maar ze kunnen wel 1,20 meter lang worden. Ja. Dus echt flinke vissen kunnen dat worden. Je kunt ze ook voeren. Stel, dat was het verblijf van de gibbons die we hebben, mensapen. Maar die gibbons zijn verhuisd naar een ander eiland, bij het Congo restaurant, waar u zo meteen misschien wel langs zult komen. Hier zit dus op het moment niks. Er zitten wel wat vogels op. Er zitten ook een heleboel holen in de zijkant van het eiland. Dat zijn de holen van oeverzwaluwen. Maar verder op het moment dus onbewoond. Er zijn wel plannen om hier dieren te gaan houden. Nijlpaarden, daar gaat het al een hele tijd over. Maar de vergunningen daarvoor zijn nog niet helemaal rond. Dus we hopen dat dat wel snel gaat gebeuren eigenlijk. Nou, rechts wordt een flinke vracht. Ze leven heel hoog in de bergen daar in Tibet. En daar kan het behoorlijk koud zijn. Dus om zich te beschermen tegen die kou, hebben ze een hele dikke warme vacht. De grootste van het stel, dat is de stier, de man van de groep. Mooie stiertjes onder zijn buik. En de rest, dat zijn allemaal dames en kalfjes, koeien en kalfjes. Mensen in Tibet gebruiken de vacht van deze dieren ook om bijvoorbeeld kleding van te maken. Ze gebruiken de melk om boter en kaas te maken. Het is een heel belangrijk dier voor de Tibetanen. Banteng. Daarbij liggen nog wat berggeiten. Leven hoog in de bergen en wandelen op Oezbekistan. Hele goede klimmers, springers. Ze springen echt zo van de ene rots naar de andere toe. Binnen ligt er een hele groep Schotse hooglanders. Runderen die ook in de bergen in Schotland leven. En dan zijn er een beetje achteraan opgelopen. Nearly 3 uur. Als u zo de kade oploopt en u loopt rechtdoor, dan loopt u eigenlijk recht naar het Congo restaurant. Bij het Congo restaurant, daar begint de wandelroute. Dus blijf daarvoor rechtdoor lopen richting het restaurant. Wilt u naar de safari bus, loop dan ook naar het restaurant en ga daar rechts shoppen. Nou, mochten er zo meteen nog vragen zijn, dan sta ik bij het hek. Dan wil ik jullie bij deze alvast een hele fijne dag toewensen. Het weer is goed, dus dat moet geen probleem worden. En hopelijk nog eens tot ziens. Thank you.
Afrikaansbaan. Probeer, het is net echt Afrika. Ja? Komen er geen leeuwen door het dak? Nee, er komen geen leeuwen door het dak. Nee. Ja, leeuwen zitten achter hekken. Nou, ik zal straks wel even uitleggen waarom dat is. Want een paar jaar geleden liep ze nog los, rondom de auto's en de bussen. Dus ik moet straks wel eventjes op terug. Verrassend genoeg beginnen ons dagje Afrika en Zuidoost-Azië. We zien hier namelijk de Via Place, je ziet daar. En achterin liggen ook wat groter recht. Dat zijn een Pater Davidsje, die komt waarschijnlijk uit China. Hij staat er nog, maar je moet een beetje tussen de bomen doorkijken. Ja, het is over het algemeen in de dierenwereld zo dat de mannen opvallender zijn dan de vrouwen. Daar zijn de mannen wat mooier dan de vrouwen. In de dierenwereld, zeg ik altijd nadrukkelijk. Dat komt omdat het over het algemeen zo is dat de vrouwen voor de jongen moeten zorgen. En dat je dan met jullie veel opvallen, want dan breng je eigen jongen in gevaar. En vandaar dus dat het de mannen zijn die indruk maken op de vrouwen. En dat doen ze dan met hun uiterlijk. En zo gewijs is daar een mooi voorbeeldje van, dan hebben ze puur en alleen om indruk te maken op de vrouwen. Zo gewijs is namelijk groot, zo gewijs zwaar. Het kost heel wat kracht en energie om dat op je hoofd te dragen. En dus je zoveel energie in gelijk kan stoppen. Ja, dat is een mooie vogel. Een mooie vogel. Kijk eens. Mooi vogel. Kijk eens. Kom eens waaien. Ik vind dat zielig van voor je. Daar dan. Mooie foto. Ja, wat kan? En wat is dat? En wat denk je? Zo'n kiekers daar kunnen er ergens kunnen lopen en klemmen. Ik ben erop zijn de ezels aan het vechten met elkaar. Dat is jongens, zo niet op de zijn hier kleine dieren, er zijn drie jongen bij. Oh, je hebt goud aan. Dat is ook nog een beetje. Die zijn hier afgelopen zomer geboren. Kijken ze ook allemaal achter elkaar aan, hè? Mannetje achteraan. Schermende engel. Ja, lees. We hadden die ezels niet zo heel erg goed. Er zijn er maar een paar honderd van. Vandaar dat ze meedoen in het EEB fokprogramma. En dat is een fokprogramma waar we dierentuinen uit heel Europa samenwerken. Wat we proberen is, is om een dierentuin een reservegroep op te bouwen die eventueel later kan terugplaatsen in de natuur. Dat is uiteindelijk het doel van de fokprogramma's. Nou, zij doen wel mee, maar niet actief, want we hebben alleen maar mannen. En toch doen ze mee. Want als er nou ergens anders in Europa, in een dierentuin, dat is wel vrouwen hebben, een mannetje nodig is, dan kan je hier vandaan worden gehaald. Dus we hebben eigenlijk een soort reservegroepje. En die heb je heel hard nodig, want je kan bij een groep vrouwen maar één man plaatsen. Als je meerdere mannen bij de vrouwen zet, dan gaan ze met elkaar vechten. Nou, er worden wel even mannen als vrouw geboren. En dus hou je mannen over en die plaatsen dan een vrijgezellig clubje bij elkaar in de dierentuin. En dan vechten ze, ik kan niet zeggen niet, want we hebben ze net zien vechten. Dan vechten in ieder geval veel minder met elkaar en minder heftig ook. Als ze actief zijn, dan zijn ze bezig met eten of jagen. Maar roofdieren zie je de hele dag door slapen. De leeuw slaapt ongeveer 20 uur op een dag. Dat doen ze om energie te besparen. Want als ze de hele dag door gaan rennen en gaan stoeien, dan worden ze moe. En dat als ze dan een prooidier zien, dan kunnen ze niet jagen. Dus dat is niet slim, hè? Ze doen helemaal nog niks, want als ze dan op jacht moeten, kunnen ze dus ook weg. De jonge dieren, dat zijn eigenlijk actievere dieren. Kijk, onze jonkies zijn al anderhalf jaar oud, dus die hebben het slapen inmiddels ook uitgevonden. En net als jonge katjes zie je vaak dat de jonge dieren heel veel aan het stoeien zijn, het spelen zijn. Die moeten namelijk ook leren jagen. En door te spelen en te stoeien, leer je hoe je moet jagen. Vier actieve dieren. Naar de dieren die 20 uur op een dag slapen, naar de dieren die maar een kwartier per dag slapen. Namelijk naar de giraffen. Ja.
En we zien ook twee jonge zwarte paarden op die lopers. Rechts zien we een rassendier. Dat ze zwart worden genoemd komt omdat de jongen die zo licht zijn, lichtbruin. Naarmate ze ouder worden, worden ze steeds donkerder. Kijk, als wij bij elkaar gaan zitten, gaan we allemaal met de gezichten naar elkaar toe zitten. Dat is gezelliger, hè? Kunnen we beter kletsen. Maar deze dieren, die zorgen ervoor dat ze allemaal naar de andere kant op kijken. Want dan kunnen ze de hele omgeving zien. Als er maar een roofdier aankomt, is er altijd wel eentje die dat roofdier ziet. Dat zijn Twiga en Teluji. Twiga is hier in juni vorig jaar geboren. Twiga betekent giraf, heel origineel. Giraf in Swahili's, Afrikaanse taal. En toch zijn ze allebei ongeveer even groot. Maar dat is gek natuurlijk, hè? Degene die een jaar ouder is, die zou een stuk groter moeten zijn. De andere zebra's, eentje wel heten, bijvoorbeeld Puk, maar ze namen krijgen. Dus dat wisselt nogal per dierzorger. En bij de bavianen bijvoorbeeld krijgen ze niet deze naam. Zijn er iets te veel. Ja, ik zei net dat een giraf maar een kwartier per dag slaapt. En dat komt omdat een giraf niet zo lang kan liggen. Als hij langer dan een kwartier ligt, worden de poten stijf en kunnen ze niet meer opstaan. En bovendien is het gevaarlijk om te liggen, want die nek zit nu vrij hoog, hè. Als een leeuw hier aankomt, die kan er niet zo makkelijk bij. Maar van de twee op dezelfde dag geboren waren, maar één van de twee is al dood gegaan. En de andere die gaat het nu echt ook heel slecht mee, dus eventjes afwachten. Het is niet de enige reden dat ze achter hekken zitten, dat heeft ook te maken met de zebra's. De zebra's zijn hier in dit gebied de baas. En als de jonge giraffen geboren worden, dan vallen die zebra's ze aan. Die zijn namelijk nieuw in hun gebied, die horen dan niet thuis, het zijn indringers. Dus die krijgen dan de trap van een zebra. En je kunt je wel voorstellen, zal dat zwakker zijn, dat het dan niet goed gaat. Een mannetje erbij, die is hier deze week gekomen, dus het kan zijn dat iemand er rustig zit. Dus daarom de staldeur even dicht houden. Jake! Jake! Nou, mocht je nou graag vaker per jaar terug willen komen naar het park, dan heb ik een tip. Want als je vandaag bij de receptie van het park een abonnement aanschaft, krijg je je entreegeld voor vandaag terug. Zitten, dan ga ik nog even de mogelijkheden toelichten.